vreselijk dromen. Je bent nog jong en zonder zorgen. Vreselijke dromen bestaan niet. Ik was zo vreemd. Ik kwam op een graag, maar ongeland. Wat moet ik doen? Opeens. Oh, stop! Dan ben ik verschrikkelijk bang. Kind op, dromen zijn bedrog. Maar dat zal je later wel begrijpen. Maar waar bleven jullie toch zo lang? Het is middernacht, mevrouw. We waren nog niet gekleed. Tot ziens. We hebben ons gehaast, mevrouw. Amai zeg, dat zien we ja. Wat een wanordelijke troep, doe er wat aan. Wat scheelt er mijn achterliefje? Vader, waar bleef jij zo lang? Ja, lieve, ik vond mijn pantoffels niet uit. Zeg, jij leek me door de bliksem getroffen. Zo snel was je uit je bed. Je weet dat ik je snel zorgen maak om onze kleine Els. Wat scheelt er, lieve? Papa en mama zijn er niet, toch? Ze heeft het zo warm, ik denk dat ze koorts heeft. Ach, je overdrijft je wel een beetje, hè. Je laat haar veel te veel onderduffelen hier. Maar liever, doe toch ook eens iets. Bel een dokter, laat een dokter komen. Oké, ja, oké. Chauffeur, haal onze dokter, ja? Maar mama, ik ben niet ziek, ik droom alleen zo raar. Ziet je? Die koorts die doet haar hallucineren, zegt toch ook onzin, Bert. Zal ik een tasje warme thee laten komen voor de juffrouw? Dat zal er onmiddellijk opkrikken. Mijn dochter is ernstig ziek. Zij heeft medicatie nodig. Wil ik dan een mooi verhaal voorlezen? Want dat zal haar angstige gedachten onmiddellijk uit haar hoofd gaan. Juffrouw, wie heeft er in deze dramatische toestand nood aan verhaaltjes? Vergeef me, mevrouw, maar als het onweer is, lees ik altijd een mooi verhaal voor de juffrouw. Dan is het onmiddellijk donder en bliksem vergeten. Het is ook zo warm. Ik zal het raam openzetten. Kijk, ik had geen raam openzetten, dwaze nee. Wil je mijn dochter misschien dood? Voordat je het weet, heeft ze een ernstige longontsteking. Oh, zoals de jongste zoon van Letters Williams. Hij werd in zijn paard krijgen zo bezweet dat hij een longontsteking op. 2 dagen later was hij dood. Oh! Ja, nu is het altijd goed, hè? Mevrouw, zo wel gewoon. Ziet je wel wat er gebeurt, Klaas? Ik ga er graag water voor, mevrouw. Zal je op de been helpen? Ah, ik zie de dokter komen. De dokter? Hallo. Is het? Dag. Ja, hier, goedenavond. Waar bleef u zo lang? Onze dokter had aan dood kunnen zijn. Zeg, mevrouw, wilt u ogenblikkelijk uw kleren uitdoen? Pardon? Dit is voor onze kleine Alice. Mijn nies, ook bijna de nies, mevrouw. Een heel speciaal middeltje voor denk ik. Meneer de dokter, u bent hier voor onze dokter. Zij is ziek, ze heeft koorts. En ze eilt. Ja, dank u. Voor de kleine meid. Voor de kleine meid, ja, inderdaad. Natuurlijk, heel belangrijk dat eventjes de pols. Waar? Ik hoor het al duidelijk. Een verhoogde bloeddruk en een hoge pols. Papa, ik ben helemaal niet ziek. Ik droom alleen haar. De koorts doet dat maar. Dokter, doe iets. Geef haar veel medicatie alsjeblieft. Ja, ik weet wat gaat met die kleine kinderen natuurlijk, hè. Ja, ik moet het niet vertellen, ik heb er thuis 7 van die duivels rondlopen. Ja, oké. Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen. Grote zorgen, zo vaak. Ik had toch goed ziek is onze kleine meid. Ja, u hoeft zich niet altijd zorgen te maken. Dat komt allemaal wel in orde. Ik heb reeds een papiertje in mijn tas voorgeschreven. Ik ga even kijken. Heel belangrijk is natuurlijk dat ze binnen blijven. Hè. Niet verplaatsen. Rustig slapen. Heel belangrijk. Papiertje. Zo, even zien. Ja, ik heb het klaargemaakt, alsjeblieft. Ja, dank u. Zo. En dan, als u het papiertje haalt bij de apotheek, heel belangrijk, hè. 1 soeplepeltje voor het eten, 2 soeplepeltjes na het eten. Dat kijken we wel natuurlijk, hè. Oké, bedankt, hè. Ja. Juffrouw, gaat u onmiddellijk naar de apotheek en haal de voorgeschreven medicatie. Ja, meneer, van de nacht? Ja, maar geen jamariën. Vrouw, haal dan die apotheker gewoon uit zijn bed uit. Of wil je hebben dat onze dochter moet wachten op haar levensbelangrijke medicatie, ja? Nee, meneer. Ik ga het meneer. Voilà, zo wil ik het horen. Lisa, breng van alles het 3-dubbele mee, zodat ik zeker ben dat ze geen heeft. Ja, goed, dan ga ik nu weer. Hè. Je hoopt toch van mij, hè? Dokter, sorry. Het is langs hier. Bedankt dat u zo snel langs komt. Dag. En schatje,
Moet je je allemaal beter goed doen wat de dokter zei. Je medicatie nemen en goed rust en binnen blijven. Mama, ja. Weet jij waar Wonderland ligt? Wonderland, maar dat bestaat toch helemaal niet? Maar in mijn droom, ik denk dat het echt een mooi land is. Waar mensen en dieren gelukkig samenleven. Marcus, toch, ik krijg hallucinaties van wat dromen. Van uw koorts. Allee, kom je erbij, Wonderland? Maar het leek allemaal zo echt. Dat is toch... Mama, wil je niet bij me blijven? Ik wil wel heel graag, maar ik heb geen tijd. En mijn agenda staat vandaag overvol. Maar ik ben toch ziek? Ems, nu dat het bijna ochtend wordt, is het tijd voor mijn toilet. En zoals ik ze zei, ik verlies hier kostbare tijd. Cecile. Wil jij mijn agenda eens voorlezen? Ja, maar, zodat mijn lieve dochter weet hoe druk dat ik het heb en dat ik onmogelijk kan blijven. Ja, maar, mevrouw. Om 9:00 wordt mevrouw verwacht in de Koninklijke Bibliotheek voor een spreekbeurs over het gedrag van vlinders bij ochtendnevel. Aansluitend is er een kleine receptie. Om 11:30 drinkt mevrouw thee ten huize van Lady Flowers. Mevrouw dineert samen met de dames Chickens om 13:00 in het Royaal Restaurant. Papa, lieve papa, blijf jij vandaag bij mij? Ja, meisje, ik zou me eigenlijk wel heel graag willen, maar ik heb ook een hele drukke agenda vandaag. Ja, toevallig vandaag, ja. Cecile, deze dag is voor me. Jawel, meneer. Ja. Om 8:36 heeft meneer een vraag. Waarom jullie houden niet van mij? Oh, Alice, dat is niet mooi dat je zoiets zegt. Allee, kijk nu rond. Je woont in het mooiste huis. Je hebt steeds de duurste kleren. Je krijgt het lekkerste eten en de allernieuwste cadeautjes. En nooit doen wij iets samen. Majoraal, we geven je toch alles. Kijk, welk meisje van jouw leeftijd heeft het geluk om een zo'n grote kamer als deze bibliotheek te mogen slapen? Ik ben bang in deze kamer. Het lijkt alsof het alles niet leeft. Het is alsof het de muren mee begluren. Alice, kijk hier toch eens rond. Je hebt hier honderden boeken staan met ik weet niet hoeveel prachtige verhaaltjes over bloemen en beesten en koningen en koninginnen. Te veel om op te noemen allemaal. En waar blijft Lisa nu met die medicatie? Ja, ze zou wel komen, hè. Hier, voilà, kijk. Voilà. En wel, waar bleef je zo lang? De meneer apotheker zei zeer voorzichtig te zijn. Volgens mij de apotheker zei... Ja, het is al goed. De dokter weet perfect wat onze dokter nodig heeft. Allee, vooruit. Ik wil geen pilletjes nemen, ik ben het ziek. Waar wacht je nog op? Geef haar de nodige medicatie. Alice, jij gaat nu dat pilletje nemen. Zo, als jij goed je medicijnen neemt, dan krijg je van ons wel een mooi cadeau. Ik heb trouwens een heel mooi cadeau. Echt, wacht, moment. Voor een cadeautje. Kijk eens hier, meisje. Kijk eens. Van een speelgoedmaker. Een vrouw van eigenlijk een heel graag kaliber uit een heel vreemde land. Maar ze verzekerde mij dat dit speelgoedje iets heel speciaals en uniek is. Kijk eens hoe mooi. Heb je toch weer een mooi geschenkje, nietwaar? Zie je nu? Ik ben er zeker van dat geen één van jouw vriendinnetjes zulke mooie knuffel heeft. Maar zo groot! Zo'n groot konijn kan ik toch niet bij mij in bed leggen? Dan is er geen plaats meer voor mij. Ben je nu tevreden? Ben je nu blij? Kom, wij moeten gaan, want wij verliezen kostbare tijd. Schat, goed doen wat de dokter jou gezegd heeft. En goed je medicijnen nemen. En jullie, ik reken op jullie trouw. Dus zorg ervoor dat mijn dochter niets tekort komt. Jawel, mevrouw. Liever, ik kom je straks waarschijnlijk nog een nachtvoetje geven, ja? Maar blijven jullie toch zo laat weg? Maar meisje, alleen heb je toch weer een schoon nieuw geschenk, hè? Niet waard, niet verdrietig zijn, hè? Goed, allez, tot straks. Dag. Dag meisje, dag. Zo, juffrouw Alice, het is nu tijd om in onze kleren te stappen. Nee, ik wil niet. En trouwens, ik mag niet naar buiten. Wij doen onze kleren aan. We kunnen die nacht ook oppassen. Ja, goed. Anders blijven jullie toch maar zeuren. Zeg, weet er iemand van jullie waar Wonderland ligt? Arme kind, die droom blijft naar Bart te spelen.
Die verhalen die nodigen uit op avonturen en allemaal leuke belevenissen, maar ik mag niet eens buiten komen. Juffrouw Ellis, de cijfer een pilletje. De dokter heeft ook geschreven. Ik wil geen pilletje, ik ben helemaal niet ziek. Zal ik een extra ontbijt voor juffrouw maken? Met 6 fruitsap. Nee, ik heb geen trek. Dat pilletje van net geeft mijn vieze smaak in mond. Maar juffrouw Ellis, een klein meisje zoals u heeft nodig aan extra vitamine. U luistert niet naar mij. Niemand luistert naar mij. Mijn ouders ook al niet. Ik voel me zo alleen. Juffrouw Ellis, we zijn er toch? U bent er om ons op te maken met alles te helpen. Nou wel, wijs mij dan de weg naar Wonderland. Onmogelijk. Wonderland bestaat niet. Maar jawel. Oh, jullie luisteren niet naar mij. Ga weg, ik wil alleen zijn. Kom, we zullen de juffrouw alleen laten. Want zelfs krijgt ze weer een koortsaanval en dat maakt haar heel hoofd eil. Kom. Goed. Kom straks terug voor een nieuwe medicatiebeurt. En daar zijn je voor Alice en niet aan de medicijnen komen. Arme kinderen mogen nooit zonder begeleiding aan de medicijnen komen. Dat is levensgevaarlijk. Als je niets af weet, want pilletjes en drankjes kunnen beter kwaad dan goed doen. Kom, we gaan. Niemand houdt van mij. Oh, ik ga liever weg dan naar mijn droom te luisteren. Waarom blijft die droom van Wonderland toch ook zo door mijn hoofd spoken? Ik word er nog eens gek van. Ach ja, het zal een droom blijven. Een leuke droom die nooit werkelijkheid zal worden. En mijn ouders geven mij allemaal leuke cadeautjes. En alles om mee te spelen. Maar nooit maar gezeiktijd voor mij. Hier in die muffe kamer loop ik meer in de weg dan dat ik goed doe. Ze zijn beter af zonder mij. Ik ga er weg.
Wie is er nu buiten bloemen? Het is toch te gek om los te lopen? Jullie kunnen praten. Natuurlijk kunnen wij praten, maar niemand vindt de moeite om tegen ons te praten. We mogen nooit eerst het woord nemen. Eerst moet iemand ons aanspreken. Pas dan mogen wij zijn mond open doen. Oh, wonderlijk. Dit is echt een prachtig. Tja! Maar waarom niet jullie altijd? Nooit van de rode kort gehoord. Oh. Dat is verschrikkelijk. We zijn ermee opgegroeid, maar waarom doet het nooit? Vindt jullie wel heel erg mooi? Zijn alle bloemen wonderland zo mooi? Natuurlijk niet. Alleen wij, gladviool, zijn de mooiste van het land. Zeg hem, zou ik niet zo een van jullie mogen plukken om aan de koningin van Wonderland een cadeau te doen? Dat is vast een vergissing. Waar komt die zo plots vandaan? Waar dan? Heeft geen belang. En waar je naartoe gaat? Nog veel minder. Wat nu telt, is hij u charmante gezelschap vertrokken. Maar ik ken u niet. Ik ben wacht, lief. Ik ben de reizende schildermaker van Wonderland. Ik verover alle kinderachten. Daarom noemt men mij Achterdief. Oh, maar dan is het bij u dat mijn papa dat vreemde konijn kocht. Inderdaad. Mijn kaars op vol met de leukste en mooiste speeltjes die je maar bedenken kan. Wil je ook ietsje? Kom maar niet. Nee, dank u. Ik heb thuis bergen gespeeld. Vreemd? Je zou kunnen zeggen dat ik harten verzamel, want ik eet steeds zwemmen in het hart te winnen. Want ik hou van grote harten. Een kleine hart of een gebroken hart. En ik vind harten voor elk bedoel ik dat iedereen gelukkig. Wat een fijn beroep heeft u zo, mevrouw Harten, die iedereen blij en gelukkig maken. Hoor er niet te snel bij de meid. Vele mensen leven zonder hart. En dat maakt het me soms zeer moeilijk. Ik vind het wel een beetje eng. Hoor er niet te snel, jonge dame. Jouw hartje klopt snel en warm. Een kinderhartje weet steeds meer belangstelling te wekken. Mommy! Stop met rinkelen! Straks zal ik op Pantoes dood neer op de grond van het schrikken. Dag meneer Konijn. Hoera! Oh, de tijd staat niet stil. Ik moet die kant nog volgens mij. Ja, meneer Konijn, wacht! Tot ziens, kleine meid. Wij zien elkaar morgens, want jij weet niet wat ik al weet. Heel lekker stil.
De koningin van Wormland, koopste en zuiverste kasteel van heel Wormland. Muizen die voor poetsvrouw spelen, dat heb ik nog nooit gehoord. Toch geweldig, ik zal het eens laten zien. Leuk, ja. Mia, het gaat er zo gezellig aan toe. Hallo, Poes, waar kom jij zo plots vandaan? Pas op, meisje, dat is de kat van werken. Mij op haar menu gezet. Oh, maar ik ben niet bang voor een kat, hoor. Ik heb zelf ook een kat, Dina heet ze. Verstop jij achter je kind. Lekker goed aan een happy muis, nee. Hola, Poes, ik denk niet dat het al even stijl is. Meneer Konijn hier was geweest, had hij ons beslist het juiste uur kunnen meegeven. Een konijn? Dit gesprek had met hem niets maken. Vertel verder, het laat me al tussen de tanden. Weet je, ik ben helemaal nieuw hier en ik ken de weg nog niet zo goed. Kan u mij misschien de weg wijzen? Dat hangt er vanaf waar je naartoe bent. Oeh, dat maakt niet zo leuk. Dan doet er ook niet zo welke kant je opgaat. Ik wil naar de koningin van Wonderland. Jij maakt beslist een grapje, toch? Nee, toch niet? Je moet namelijk weten dat de koningin de laatste tijd erg druk heeft. Ze ontvangt de laatste tijd bijna geen bezoek meer. Ja, er gebeuren hier ook allemaal van die rare dingen. Verbaas je dat? Je moet namelijk weten dat we hier allemaal gek zijn. Ik ben gek en jij bent ook gek. Hoe kom je erbij dat ik gek ben? Dat moet haast wel. Wie wil nu naar de koningin? Iedereen moet vlug! Waar is die muis, Gertrude? Heb jij mijn avondeten laten ontsnappen? Weet je, misschien moet je vegetariër worden. Dan moet je niet zo hard achter je eten aanrollen. Wij spreken elkaar nog, juffrouwtje. Daar mag je zeker van zijn. Zij spreekt mij nooit tegen. En ik ben hier met mijn gast, meneer Konijn. Oh, meneer Konijn, ik dacht dat u zo verschrikkelijk gehaast was. Jongedaan, die pauze is heiliger dan alle wensen van de koningin. Spreek die naam hier niet uit. Ik wil dat het gezellig blijft. Ik kom erbij zitten. Dat gaat niet. Er is geen plaats. Oh, maar hier is toch plaats genoeg? Maar nee, helemaal niet. Maak het u gemakkelijk en neem een glaasje thee als u kan. Of neem anders een glaasje wijn, hè? Ik zie geen wijn, meneer Konijn. Dat klopt. Ja, dat begrijp ik. Ik zei toch, neem een glaasje wijn als u kan. Maar je kan het niet, omdat we geen wijn hebben. Snap je het nu? Het is onbeleefd iets aan te bieden wat er niet is. Het is ook onbeleefd om te gaan zitten op een plaats dat je niet werd aangeboden. Er is toch plaats genoeg? Dat is niet waar. Overal zit hier iemand. Oh, wat gastvrijheid hebben jullie ook nog nooit gehoord. Wat is het verschil tussen raaf en een raadseltje. Ik hou van raadseltjes. Maar ik
ik denk niet dat ik daar het verschil van ken. Bedoel je dat je het antwoord niet weet? Dat zeg ik toch? Tenminste, ik bedoel wat ik zeg en dat is toch hetzelfde? Dat is niet waar. Of wil jij soms beweren dat ik zie wat ik eet hetzelfde betekent als ik eet wat ik zie? Ik droom net over stroop. Wil je misschien nog een kopje thee? Ja. Maar, hoe kan ik nog een kopje thee krijgen als ik er nog geen gehad heb? Wat, wat is voor mijn horloge? Ze lijkt wel stuk. Wat voor dag is het vandaag? Ik denk de 5e. Als je gelijk hebt, dan loopt mijn horloge 225 dagen achter. Ik heb je toch gezegd dat boter goed is voor je uurwerk? Nee, ja, maar ik was vergeten met al die drukte. Maar het moet van die echte boter zijn. Zo van die hele dure. Ik droom net over een put vol stroop. Er is helemaal geen verschil, maar we weten niet hoe het komt. Zeg, hebben jullie echt niks beters te doen dan hier zo'n beetje de tijd te doden met ratertjes die niet op te lossen zijn? Spreek niet zo hard over de tijd. En zeker niet in verband met de dood. Ten eerste moet je weten dat de tijd geen zij is, maar een hij. En ten tweede kan je beste tijd te vriend blijven. Hij kan je heel wat diensten bewijzen. Oh, kan je me daar een voorbeeld van geven? Kijk, je zit in de les en je vindt de les heel erg saai. Dan maakt de tijd er in een handomdraai 12 uur van, zodat je naar huis gaat. Zomaar. Ja, dat is toch geweldig? Ja, als u het zegt. Ik had laatst een woordenwisseling met de tijd. En sindsdien staat mijn horloge altijd op 4 uur. 4 uur? Maar dat is theetijd. Daarom drinken jullie thee. Ja, wij drinken altijd thee. En omdat het geen 6 of 7 uur wordt, hebben wij gewoon geen tijd om af te wassen. Dan schuiven wij gewoon een plaatje op als we een zuiverkopje willen. Wat doen jullie dan als jullie terug bij het begin komen? Ik droom over 7 zusjes die op de bodem van de stroop wonen. Wat doen die zusjes op de bodem van de strooppunt? Stroop naar boven brengen. Alleen maar stroop. Ze brachten nog veel meer naar boven. Het was niet alleen stroop. Oh, wat dan nog? Allemaal dingen die met de haren doen. Wat zoal? Haarspelden, hoeden, huizen, hakken, henden, herinneringen. Herinneringen? Ja, het zijn alle herinneringen. Moraal, maar je moet het weten te vinden. Oh, maar
Mijn moeder, hè, die eet nooit soep en toch wil ze me niet begrijpen. Ah, maar daar kan ik volkomen inkomen, hoor. En de moraal daarvan is, wees wat je altijd wilt lijken. Of als ik het anders moet formuleren, dan zeg ik u, stel je nooit voor dat je niet anders bent dan anderen. Want wat je ook was of wat je ook bent, zou nooit anders zijn als dat je geweest was. En wat je was geweest, zou nooit anders zijn wat de anderen zou geleken hebben. Denk dat ik dat beter begrijp als u dat even voor mij opschrijft. Oh, maar ik wil dat best wel eens herhalen, hoor. Ja, dat is geen probleem. Ach, lieve Alice, ik ben toch zo blij dat ik u terugzie. Ja. Maar nu moet ik echt gaan, hoor. Maar Alice, ik wil u nog zeggen dat alles wat ik u nu verteld heb, dat ik u dat wil geven als cadeau. Oh, dat is echt heel lief. Maar nu ga ik echt over. Maar nee, Alice, hier is nog zoveel meer te ontdekken hier in dit wonderland. Mag ik u een bezoekje voorstellen aan de soepschildpad? Soepschildpad? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Alice, je gaat me toch niet vertellen dat jij de soepschildpad niet kent? Ik heb al veel boeken gelezen in de Kamerbibliotheek. En ik weet wel het een en ander. Maar een soepschildpad, daar heb ik nog nooit van gehoord. Allee, kom mee met mij. Kom. Hallo, luiwammes. Luister, ik heb een gast meegebracht. Dit is Alice. Wil je haar begeleiden naar de soepschildpad? Ze moet nog heel veel leren van haar geschiedenis. Ze moet levenswijsheid opdoen. Dat vind ik een grappig idee. Allee, schiet eens op. Dag Alice, ik ben echt blij dat ik nog eens met u gepraat heb. Maar alstublieft, blijf zo lang niet meer weg, want ik heb nu al heimwee naar u. Dag. Dag Alice. Kom mee, jonge dame, de soepschildpad met die kamer, het is niet ver. Wacht, ik moet je waarschuwen. De soepschildpad is niet in haar beste humeur. Ze is zeer verdrietig. Hoe komt het? Ze is het zwemmen verleerd. Je moet begrijpen, ze loopt gebukt onder de schande. Alle vriendinnen kunnen zwemmen en de sierlijkste capriolen uithalen. Maar mijn vriendin, de soepschildpad, is het alles verleerd. Wat erg. Vreselijk zelfs! Ze is er helemaal depressief van. Maar goed, jij wilt haar geschiedenis leren kennen? Dat wenst haar begin toch? Hola dame, geen spot in uw stem. De Ertogin is een zeer wijze dame. Zij zegt zoveel wijze dingen dat wij daar niet meer wijs uit geraken. Dat heb ik ook al gemerkt, ja. Wanneer de soepschildpad verteld wordt, zie ik haar ontboden. Dat brengt haar in de war. Hallo, mijn lief soepschildpadje. Deze jonge dame had graag jouw geschiedenis leren kennen. Kan dat? Ik zal het haar vertellen. Ga zitten. En zeg geen woord. Eens was ik een echte schildpad. Toen we klein waren, ging ik in zeemerschool. Ik kreeg een les van mijn oude zeeschildpad. We noemden het schaatspad. Huh? Omdat hij jullie altijd uitschold, zeker? Nee, omdat jij een snugger meisje zouden we hem de schaatspad noemen, omdat hij zo'n vriendelijke heerschap was. Je moest je schamen, zonder om het grap te stellen. Vertel verder. Ik zei dus dat we een zeeschildpad noemen. Maar ik heb toch nooit gezegd dat ik je niet geloofde? Hou je kop! We kregen ze goed onderwijs. Ik heb nooit één schooldag overgeslagen. Oh, je ging naar een dagschool. Ik ook hoor, daar hoef je niet zo trots op te zijn. En hebben jullie ook keuzevakken? Ja, wij krijgen muziek in Frans. En bewassing? Bewassing? Wat is dat? Ha! Dat is jouw school niet zo goed als de mijne. We hebben een heel programma en lessen. Om te beginnen hadden we natuurlijk schrijven en ezel. En de verschillende onderdelen van rekenen. Optellen, afdekken, gemenigvuldigen en stelen. Gemenigvuldigen? Wat is dat? Heb je nog nooit van gemenigvuldigen gehoord? Je weet toch wat gemeen is? Ik weet wat gemeen is, maar daarom weet ik toch niet wat gemenigvuldigen is? Als jij nog niet weet wat gemenigvuldigen is, ben jij een zeer domme meid.
En we hadden natuurlijk vaderlandse vergetenis en aanwiskunde. Maar het liefst van al deed ik schadelijke oefening, dat trok er gewoon een zee aan. Oh, en hoeveel uur les kregen jullie? De eerste dag 10 uur, van 9 uur en zo verder. Oh, wat een raar lessenrooster. Zo lest wordt het toch steeds sneller. En vandaar de uitdrukking, lest best. Dus de 11e dag hadden jullie vrij? Yes. En wat deden jullie dan de 12e dag? Had je niet wat voorzichtiger kunnen vragen? Je treft haar midden in het hart. Dat kon ik toch niet weten? De 12e dag was het altijdfeest. Veel eten en veel drinken. Maar vooral de dans. Toen danste ik tot laat in de nacht de kreeft was. Maar nu mijn vriendin niet meer kan zwemmen, kan ze nooit meer de kreeft was. De kreeft was? Wat is dat? Jij gaat duidelijk niet wakker met zees. Dan dans je met een kreeft natuurlijk. Oh, maar het dans die dans eens voor mij. Dan begrijp ik het misschien ook. Onmogelijk, die dans als je niet maakt. Jullie maken me zo nieuwsgierig. Vooruit, we kunnen... Je hebt gelijk, meisje. Hier aan de wal kan je even goed dansen. Ik hoef niet meer te leren zwemmen, hoera! Nu moet je niet langer mee treuren. Nu kunnen we dansen van 's ochtends tot 's avonds. Toch niemand om mij te verbieden. Kijk, kijk. Wie hebben we hier? Dag Alice. Ik zorg je overal. Hartelief, je doet me schrikken. Maar u bent geen speelgoedmaker. U bent een echte hartelief. Oh, soms kan de waarheid hard zijn. Het spijt me zeer dat je hart hebt verloren in u. Dat was echt mijn bedoeling. Maar ik zie dat je interesse hebt in mijn verzameling. Oh, ik vind hem eng. Waarom verzamelen jullie niet gewoon postzegels of kaartjes of zo? Omdat dat flauw en saai is. Nee. Mijn groep doet mijn hart sneller slaan. Het bloed raast namelijk door mijn lichaam wel op mijn ding. Oh, ik vind je eng en vies. Dat hoor ik graag. Ik ben geen hart te breken. Even koor en motion meer en ga recht naar het hart toe. Maar ik ben ook geen hart te breken. Ik twijfel en dank ik niet. Maar je bezorgt me wel hartkloppingen. Ik ga weg. Waarom doe je haast?
Ik wil al je hartgeheimen leren kennen, want ik zie dat je hartpijnen hebt. Ach, dat kan niet. Ik ben veel te jong om verliefd te zijn. Je begrijpt me weer eens verkeerd. Ik bedoel niet de hartpijnen van je hart en liefje, maar de hartpijnen die je ouders hier bevokken hebben. Hoe weet u dat? Ja, ik ben niet voor niets een hart te kennen. Mijn ouders, die houden niet echt van mij. Ik ben een lastpost. Oh, hoe hartverscheurend. Onrechtvaardig dat ze jou dit verdriet aandoen. Daarom ben ik hier in Wonderland op zoek naar een nieuw geluk. Je hebt ook zelf wel gelijk afgevliegen. Kom, ik neem je mee naar je. Ik wil eerst naar de koningin. Maar de koningin die kan wachten. Kom, ik neem je mee. Nee, ik mag niet met vreemden mee. Wacht, Alice, kom terug, wacht! Ha ha ha!
Wonderland. Wie bent de koningin van Wonderland? Ja. Gek ben je. Je moet weten, de koningin van Wonderland is een zeer boosaardig mens. Vroeger behoorde het haar koninklijke escorten. Tot ze ons op een dag allemaal uitgooiden. Zonder pardon op straat gezet. Men zei dat ze het kasteel van haar alleen wou. Oh, maar ik wou haar vragen of ik in Wonderland mag blijven wonen. Wil je echt naar haar toe? Ja. Oké, spring op het achterwerk van mijn paard en zijn we Thank you.
vriendin. We zijn er. Ja. Help me liever een handje. Het zit hier zo eng. Ja, het is jouw kasteel, hè? Als jij een kasteel met niemand wilt delen, dan moet je de gebreken er ook maar bij nemen. Mijn kasteel is perfect voor mij. Zo wou ik het. Hallo, als jij dan bij de volgende golfspeltjes zo taartjes blijft eten, dan ga je volgens mij waarschijnlijk te dik worden voor uw eigen kasteel. Wel, deze dwaze opmerking heb ik niet gehoord. Jij bent jaloers. Jij bent gewoon jaloers omdat ik jou ook uit het kasteel heb gezet. Dat is vals, lieve. En dat weet je. Een kasteel hoort net zo goed voor een koning te zijn als voor een koningin. Och, dat was zoveel volk en dat was mij zo hinderlijk. Iedereen liep mij daar maar voor de voeten. Maar hier word ik door iedereen met rust gelaten. Hier zijn de handschoenen en de baaien, majesteit. Eindelijk. Waarom duurde het zo lang? Is alles klaar voor mijn golfspel? Jawel, hoogheid. Hier zijn de taartjes! Ja, zeg. Zo heb ik het graag. Er gaat niets boven taartjes bij een golfspel. Ja, ik weet het. Er is zelfs volk komen opdagen om te kijken naar mijn golfspel. Zo, is alles in orde? Zeg! Wat doen jullie hier? Sta op! En stop daarmee, ik word daar gewoon duur loeren van. We kunnen alles uitleggen, hoogheid. We zullen onze fout sneller stellen. Ja, zeker. Ik had het al door, hoor. Er waren geen rode rozen. En wie is zij daar? Dat weet ik niet, hoogheid. Maar zij hoort wel heel de weg hierheen. Ik ben Alice. En ik ben heel blij dat ha, maar jij bent mijn mama. En jij bent mijn papa. Hoofd eraf. Mama en papa, wat doen jullie in een wonderland? Hoofd eraf, hoofd eraf. Ja, mijn lieveling. Ze is nog zo jong. En Lievert, heb jij niet gehoord wat dat ik net zei? Ja, lieveling. Goed zo. Uw golfclubs zijn al wel in orde, joh. Dankjewel. Ik ga ze snel gaan halen. Ja, ik ga ze halen. Ja, hier zijn de golfclubs. Kan jij golf spelen? Ja, natuurlijk. Dat is toch niet zo moeilijk. Goed, dan speel jij vanaf nu golf met mij. Verleen je graas. Heb je een golfclub? Ja, absoluut. Als jij je hoofd op deze plaats wilt laten staan, dan zou ik de koningin altijd laten winnen. Maken jullie alles klaar voor mijn spel? Jawel, hoogheid. Iedereen, tijd voor het spel. Maak jullie klaar? Waarom gaat die zo gek staan? Zij volgen de bruggetjes. Straks is het de bedoeling dat je een rollenballetje onder de bruggetjes doorheen speelt. Zo'n grote brug! Dat spel zal niet moeilijk worden. Dat zullen we nog wel zien. Eet maar een taartje, jonge dame, zodat je op krachten kan komen. Oh ja. Zo ja. Niet zal je nooit één golfspelletje van mij kunnen winnen. Op wat wachten wij nog? Heel nog. Op wat wachten wij nog? Is er even nog iemand een taartje voor mij? Ik ga kijken, majesteit. Nee. Er zijn geen taartjes meer. Wat? Lieverd, straks waren er nog ganse bergen taartjes over. Ganse bergen waren er nog. Ja, waren er nog genoeg. Zeker weten, ja. Iemand moet ze gestolen hebben, denk ik. Zijn hoofd eraf! Zijn hoofd eraf! Ja. Maar wie is de dief? Dat maakt mij niet uit. De dief moet gestraft worden. Ik eis
eis een rechtbank. Een rechtbank? Ik eis een samenkomst. Dat jij bent de rechter en ik eis dat die dief gestraft wordt. Goed, lieve heer, goed. Vooruit, Annie, een rechtbank. We vormen een rechtszaak. Ja. Waarom gaan jullie allemaal bij elkaar zitten? Wij zijn de gezworen. Wij gaan straks uitspraak doen over de straf. Maar waarom zijn jullie nu al aan het noteren nog voor het proces begonnen is? Wij noteren onze naam uit angst dat jullie na het proces vergeten zijn. Oh, hoe staat dat? Heer Konijn, lees de aanklacht voor, ja? Jawel, heer Koning! Heer Konijn, wij wachten op u, hè? Ja. Ja. Al jaar en dag houdt de koningin van de heerlijk smulgebak. Het golf speelt ze met een flikkel en een smak. Maar wat deed een onbekende dief al hier? Want zij ons dan de koningin haar smulgen zien. Voilà, heren van de jury. Wat is jullie oordeel over deze gemene misdaad? Nog niet, heer Koning. U vergeet nog een heleboel. Ah, ja. Inderdaad. Ja. Goed, een eerste getuige. Ja? Jawel. Pup. Een eerste getuige. Ik vraag excuus, hoogheid. Ik had meteen nog niet op toen we naar hier gehaald werden. Dan had je eerder al moeten beginnen, hè, vriend. Wanneer was jij er eigenlijk aan begonnen? De 14e, geloof ik. Ik geloof dat het de 15e was. De 16e, zeker weten. Goed, dames en heren, schrijf op. Deze kerel maakt zich schuldig aan het stelen van de koninklijke taartjes. Zijn hoofd eraan! Zijn hoofd gaat onverbiddelijk af! Genade, hoogheid! Hoe kan ik de taartjes gestolen hebben wanneer ik zelf aan de theetafel zat? Dat is waar, heer Koning. De hoedemaker kan onmogelijk op twee plaatsen tegelijk zijn. Inderdaad. Onze hoedemaker kan niet de schuld zijn. Dus, hoedemaker, ik stel u terug op vrije voeten. Op vrije knieën, zult u bedoelen. Ja. Ik ben namelijk op mijn knieën. Ja, inderdaad. Op vrije knieën dan. Ja. Mag ik dan nu mijn thee opdrinken? Roep een tweede getuige, ja? Ja. Pup. De tweede getuige. Heer Koning, het is mijn hele eer om voor een rechtbank te mogen getuigen. Ja, het is al genoeg tralala hier geweest. Laat maar zitten. Grenskatje, vertel ons als jij weet wie de schuldige is, wie het is. Ik weet wie de dief is. De deugd niet vertroef zich al de vrees en sluw in ons midden. Mag niet iedereen in ons gezelschap is blijd onschuldig. Mag ik vragen dat de getuige ter zake komt? Mijn antwoord zal schokkend, maar oprecht zijn. De dief is niemand minder dan... Zijn hoofd eraf! Rustig, dat kunnen we later nog. Rustig, Grijnschap, laat u niet onderbreken. Vertel ons nu eens eindelijk wie de dief is. De schuldige is niemand. Minder dan elf. Haar hoofd eraf! Ja, dat is niet waar, ik heb die taartjes niet gestolen. Lieveling, we hebben een dief. Had ik jou niet gevraagd om haar te onthoofden?
had nooit gedacht dat onder zoveel schoonheid zonder plaats schuil ging. En zonder verpinking heeft ze mijn avondmaal gestolen. Ik stierf bijna van de honger, dat ze me niet geholpen met uitgelachen. Maar dat is niet waar! Deze getuigenis is de zwaarste bedrijfsvlas die ik heb gehoopt, weet je dat? Had ik niet gezegd dat ik vraag ging nemen? Je staat een slechte papieren, meisje. Oh, mijn hoogheid! Iemand loopt me in de val. Het is niet waar. Ik heb die bergen koekjes nooit gezien. We luisteren nu naar het oordeel van de jury. Dames en heren van de jury, u hebt de beschuldiging gehoord tegenover deze jonge dame. De verwoording van de getuige bewijst dat zij er iets mee te maken heeft. De bewijslast is gevoerd. En nu wil ik van jullie een oordeel. Schuldig. Dank u. Het oordeel van de jury luidt... Schuldig! Ha! Hoofd eraf! Maar dat is niet waar! Ik heb die taartjes niet gestolen! En ik laat mijn hoofd er niet zomaar afhakken! Zwijg! Of ik laat je hoofd er twee keer van afhakken! Nooit zwijgen! Want jij bent een verschrikkelijke gemeene en kleine koningin! En jullie! Eerst zijn jullie boos op de koningin, maar dan worden jullie bang! En wanneer jullie bang zijn, dan zijn jullie braaf! Heel Wonderland loopt hier vol met gekken die de meest onmogelijke dingen doen! Zij heeft op de koningin vermoord! Grijp haar! Hier, in deze grote kamer met al die muffe boeken en zo.
Wel, lieverd, ik begrijp je volkomen. Het kan niet zijn dat onze druk bezette agenda op de eerste plaats staat. Wij moeten meer tijd maken voor onze dochter. Ja, onze kinderen worden sneller groot dan we zelf denken. Ja. Ze zijn volwassen voordat we er erg in hebben. Hè? Echt waar. En eerlijk waar, ik wil het kind zijn van mijn dochter die blind van mijn ogen laten verdwijnen. Ah, wel, ik ben het volkomen met je eens. Voilà, kom. Laten mag ik dan weer buiten spelen? Maar natuurlijk, meisje, mag ik buiten. En nog veel meer zelfs. Hola, hola, hola in de tijd. Ik wil hier niet meer terug, ik ben bang! Namens thema Kamertheater ben ik heel blij dat u vandaag naar hier bent gekomen om deze mooie voorstelling te zien. We zijn er heel fier op. Stefan en Monika hebben een heel jaar heel hard gewerkt met deze jongeren om een mooi theaterstuk te maken en ik ben ervan overtuigd dat het goed gelukt is. We zijn er heel trots op dat ze heel hard gewerkt hebben en iets heel moois op het podium gebracht hebben. Wij hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan, we hebben ook steun natuurlijk van Stad Genk, Michel, die ons de techniek gedaan heeft. Wij hebben nog een heel mooi decor, hebt u gezien, met heel mooie kostuums. Daarvoor hebben wij de medewerking gekregen van de dames van de Missione, de Italiaanse kerk in Zwartberg, die ook heel hard gewerkt hebben om al die mooie kostuums te maken. TKT Junior bestaat natuurlijk in onze 9 jongeren en we hebben die ook aangevuld met enkele volwassen acteurs waar we regelmatig ook andere stukken spelen. Maar ook hartelijk dank daarvoor. Enkele jonge mensen die dansen, die een dansgroep hebben en die ook fantastisch hebben gedaan. Ja, ik ga even met mijn prachtig Nederlandse accent zeggen. Ik ben hier trots
jaar geleden. Ik heb niet gedacht dat wij gaan hier presentatie doen. Wij waren begonnen gewoon als wij gaan leren toneelspelen. Er zijn 9 kinderen wat 4 van hun eerste stap op het podium vandaag. Probeer maar. Doe dat. Grote applaus voor de jongens. Prachtige publiek. En nu gaan wij kleinigheid geven, dus snoep voor volwassenen en rozen voor niet-alvolwassenen. Ik moet trouwens zeggen, volgend jaar doen wij opnieuw, gaan we opnieuw met een jongere groep aan de slag vanaf september, eind september ongeveer. We hebben daar op de tafel van volgende blad mensen die geïnteresseerd moesten zijn. Die kunnen een naam of e-mailadres doorgeven. Of dat iemand volgen op onze site, die gaat in theater, wordt altijd overgehouden van de verdere ontwikkeling. Ik zou zeggen, nadien, blijf nog hier eventjes hangen voor een gezellig bladje. Kijk nog even iets en geniet nog even mee van de spelers. En dan misschien tot een volgende productie. Dank nog.